De Waalkade in Nijmegen is maandagavond om 6 uur afgesloten voor alle verkeer, inclusief het openbaar vervoer. De verwachting is dat dinsdagmorgen de Waalkade gaat onderlopen. De hoogste waterstand wordt verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag. In eerste instantie zou de Waalkade zondag al afgesloten worden, maar dat werd uitgesteld omdat Rijkswaterstaat de verwachte waterstand naar beneden had bijgesteld. Per dag werd bekeken of het afsluiten van de kade nodig is. Een primeur voor kekerdom in de gemeente Bergendal. Het bewonerscomité was het eerste uit de gemeente die afgelopen zondag een zogenaamde dorpsagenda overhandigde aan burgemeester Slinkman en wethouder Weijers. In die dorpsagenda staat beschreven waar inwoners zich de komende jaren voor willen inzetten. De plannen zijn uitgesplitst naar verschillende thema's. Zo wil het bewonerscomité dat het dorpshuis en café blijven om zo aantrekkelijk te blijven voor inwoners en recreanten. Daarnaast wil het dorp duurzaam en hergebruik en energie worden. Er wordt zelfs nagedacht over windmolens. Een andere belangrijke wens is sneller internet. Bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk. De burgemeester is erg blij met de agenda die Kekerdom heeft opgesteld. Hij noemde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak al een voorbeeld voor andere dorpen. Het bewonerscomité kreeg een subsidie van €2000 voor het opstellen van de dorpsagenda. Vier kunstenaars en de organisatie van The Big Draw moeten voor 31 januari hun tijdelijke stek in het Opus gebouw verlaten hebben. Dat kregen zij vlak voor kerst te horen. De gedwongen verhuizing heeft te maken met de komst van een nieuwe leegstandsbeheerder, ingeschakeld door vastgoedontwikkelaar Stegron. De nieuwe beheerder is voordeliger dan de vorige. In het Opus gebouw moet een hotel komen, maar door vertragingen om verschillende redenen is dat voorlopig nog niet gebeurd. In navolging van Wijchen en Bergendal werd afgelopen vrijdag ook in Beuningen het nieuwe jaar geopend. Meestal houdt de burgemeester erbij een nieuwjaarstoespraak, maar dat was in Beuningen niet het geval. Huidig burgemeester Karel van Eert had al afscheid genomen. Zijn tijdelijke plaatsvervangster Daphne Bergman begint aanstaande donderdag pas. Daarom was in dit geval het woord aan Pieter Klein, de loco-burgemeester van de gemeente. Hij hield zich verre van politieke uitspraken.